Hallo, mijn naam is Tamara Roos en ik ben artistiek coördinator van de voortrajecten en de vooropleiding dans CoDarts. Drie van onze dansleerlingen, waaronder één oud-leerling van de HAVO-VWO voor muziek en dans, hebben zaterdag 10 april meegedaan met het Dansersfonds 79. Het Dansersfonds 79 is opgericht door Han Ebbela en Alexandra Radius, speciaal om jong Nederlands danstalent te ondersteunen. Nou, ze zullen ongetwijfeld een hele mooie dag hebben gehad, maar ze hebben ook alle drie een beurs gewonnen. Nu zijn wij trots op al onze dansers binnen de opleiding, maar dit vraagt natuurlijk wel om een interview. We gaan praten met Sven Guit uit 5 HAVO, Boris Oostlander uit 6 VWO en Mats Winkelman, op dit moment eerstejaars bachelor dansstudent uitvoerend CoDarts. Nou, ik had dat nooit geloofd. Echt nooit. Ik ben natuurlijk begonnen met dans een beetje uit het niets. Ik ben hier super erg soort van ingerold. En het was nooit iets waarvan ik bedacht dat het echt mijn passie zou worden. Nu in het leeftijd dat ik nu heb en mijn moment in het leven. Als je me dat jaren geleden had gevraagd, dan was ik er niet eens opgekomen om überhaupt danser of iets in de kunst te zeggen. Dus het is fascinerend om daarover na te denken. En heel leuk, ja. Dus wij stonden allemaal op ons plekje aan de bar en toen kwamen ze binnenlopen en dan voel je echt zo'n grootheid binnenlopen, zeg maar. En dan ga je allemaal zo, we moeten nu aanwezig zijn, nu zijn de belangrijke mensen hier. Maar het was, ik weet niet, er straalt gewoon zo'n danservaring van af. Ik weet niet, ik vond het, alleen al dat ze daar zaten vond ik een hele ervaring. Ik denk dat mijn sterke punt is dat ik best wel zelfverzekerd overkom. Dus ik denk, ik sta niet naar binnen of ik sta er gewoon in de zaal. En ook al gaat er iets fout, je moet gewoon doorgaan, gewoon laten zien wie je bent en gewoon zelfverzekerd overkomen proberen. Ik denk dat ik het inspirerend vond, ja, natuurlijk gewoon les van Han Ebbelaar. Ik vond het gewoon echt best wel cool. Maar ik vond het ook wel inspirerend om met de ballerina's van NWA te staan. Gewoon om te kijken, wat doen zij? Hoe pakken zij zo'n les aan? Welke ballettechniek hebben zij die ik niet heb? En dat is, ja, ik weet niet, ik vond dat best wel leuk om te zien. En ik heb daar best wel veel van geleerd. En natuurlijk ook om daar in die studio te staan met al die mensen met de hele grote namen. En dat is gewoon één grote ervaring met heel veel nieuwe impressies. Nee, ik denk dat het echt heel belangrijk is dat je vooral van je eigen krachten uitgaat. En natuurlijk, iedereen heeft wel zijn mening over je. Je weet wat je eigen sterke punten zijn. Dus ik zou dat gewoon zoveel mogelijk proberen over te brengen aan de commissie. En dan zal je vast een goede indruk maken op wie er dan ook zit. Ja, ik heb sowieso echt wel veel geleerd daar. Het is natuurlijk nu in de tijd waar we nu in leven, ben je best wel met een selectief groepje, ben je in hetzelfde gebouw, dezelfde lessen. En we werden nu een soort van uit onze bubbel gehaald en we stonden in een ander gebouw, andere omgeving, andere dansers, waar je weer heel veel inspiratie uit kon halen. Dus ik heb zeker van die technische dansers van NBA heel veel geleerd. Wat vond je precies moeilijk? Weten jullie het nog, mannen, of niet? Ja, er zaten best wel wat moeilijke dingen. Ja, dingen die nog even van soort. Laat eens zien dan. En dan nog natuurlijk een laatste vraag, heel belangrijk, en ik denk dat de kijkers dat ook willen weten. Wat gaan jullie doen met de beurs? Boris, weet jij dat al? Ik wil graag iets doen in Amerika en misschien in New York. Iets van de elite school of zo, zou me heel tof lijken. Of anders, misschien in Canada, ook hele toffe dingen, maar lijkt me maar heel leuk om ergens ver met te gaan, ver van Nederland. Ja, ik wil net als Boris dan ook het liefst ver naar het buitenland om veel ervaring op te doen, nieuwe culturen, nieuwe mensen en daar kan je het meest van leren, denk ik. Ja, natuurlijk een beetje een herhaling, want ik wil natuurlijk ook niet zo ver mogelijk weg, maar iets waar ik zoveel mogelijk meer ervaring van op doe. Of dat nou in Amerika of zo is, of misschien in Finland, iets waar ik zoveel mogelijk van leren. Klinkt allemaal heel goed. Dansers, heren, we wensen jullie allemaal heel veel succes met wat jullie gaan doen en met jullie verdere ontwikkeling. En geniet van deze prachtige dag en jullie beurs. Dankjewel. Dag.